Daar zijn we weer in Zwanenburg, vlakbij Schiphol. Je kan hier werkelijk alles vinden en inspiratie op doen op het gebied van het luxere buitenleven. Kijk, is toch prachtig? Het buitenleven is de laatste jaren niet meer weg te denken. En dat is waar dit familiebedrijf, wat al sinds 1901 bestaat, op inspeelt. In een showroom van wel 10.000 vierkante meter vind je alles om dit ook in jouw eigen tuin te creëren. Van buitenspa tot luxe tuinmeubelen en daarnaast zonwering, buitenkeukens, overkappingen en zelfs zwembaden. Aan het hoofd van dit bedrijf staat de trotse ondernemer Gerco van Beem. Hij weet alles op het gebied van het luxe buitenleven en vertelt daar graag Lodewijk meer over. Gerco, ik ben hier natuurlijk wel eens eerder geweest en ik heb me verwonderd aan de barbecues en buitenhaarden, ja. Buitenkeukens. Maar dit is wel even weer wat anders, hè? Ja, dit is een buitenkeuken, maar wel echt ons topstuk, zeg maar. Je ziet, het zou binnen ook zelfs niet meer staan, maar het is gewoon voor buiten. Iedereen wil buiten, weet je, dus buiten koken. Ja, er hoort ook een buitenkeuken bij, want je hebt ook werkruimte nodig. En als je dan toch dat mooi samen kan stellen, waarom zou je het niet combineren met een wasbak? Hier een mooi kooktoestel, een bakplaat. Wokbrander. Wokbrander, inderdaad. Wijnkoelers. Wijnkoelers. Alles kan. En dit, in wat voor materiaal is het nou? Ja, dit is Inalco, dus het is een nieuwe materiaalsoort, maar ook volledig onderhoudsvrij. Dus je hoeft er niks aan te doen. Dus als het 20 jaar buiten staat, is er gebeurt niks mee. Nee. En ook het frame is van aluminium, dus dat is ook heel belangrijk. Dit is echt helemaal voor buiten ontwikkeld. Leuk. En dan is er allemaal... Oh, kijk, koelkastje. Koelkastje. Erin. Lekker. Biertje erin. Mm. Super, man. Top, hè? Hij is helemaal plug and play zo, dus we kunnen lekker... Ja hoor, dus doe maar aan. Pak jij de pan en... Ja, gaan we lekker koken. Goed zeg. Mooi hè? Ja, dat is wel heel chic. Ja, dat is echt bijzonder.